Nu gaan we binnen in de Big Five zone. Dat is Jurassic Park. Ik denk echt dat je te veel fantasie hebt. 3 weken met beesten rondlopen, maar joh. Als je dat niet hoort, die vogel zei... Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Dat was het. Dank u, het is lekker. Een hele goeie morgen. En welkom bij een nieuwe vakantievlog vanuit Afrika. Ja. We zitten niet meer in Botswana, we zitten in Zuid-Afrika. En we zijn aangekomen in het prachtige Marula Cottage. Ik heb gefilmd deze morgen, de zon die opkwam. En nu zie je nog altijd een beetje die mist tussen de bergen. Het is hier prachtig, het is hier heel rustgevend. Vandaag doen we onze laatste safari. Zet. We hebben een laatste kans om het luipaard te zien, wilde honden of hyena's. Hallo, dokkie dokkie. Goedemorgen. Wat is dat? Mag ik erbij? Ja. Jij mag dat. Oh, zo lekker hier zitten. Ja. Ja. Zo in het zonnetje. Ja. Mooi zicht. Lekker ontbijtje. Koffie gemaakt. Thee. Wat is dat? Is dat terug die botertjes of is dat kaasjes? Botertjes. Weet je nog de eerste keer dat we dat zagen? Ja. Dus dacht dat een paar kaasjes waren. Wat heb jij? Lekker vers. Vers, ja. We hebben vers fruit en een yoghurtje en allemaal soorten granen. We hebben juist nog gesproken met Dave, de persoon die hier dat openhoudt. We hebben een mapje gekregen om naar boven te rijden, naar de bovenop de berg. En dan kunnen we hieren en valken zien. En we moeten door Marakele National Park. Je kunt daar ook een stuk zelf in rijden. We kunnen van alles zien. Er zijn zelfs mensen die met een gewone wagen een leeuw hebben gezien. Maar goed, de kans is wel heel klein. We hebben er al gezien. Nu gaan we binnen in de Big Five zone, like Jurassic Park. Dat is African massage. Ik zat in de streek, was mama aan het vroeg, ik zat in de streek. Dat is bijna helemaal. Zijn voel dat er daar nu een leeuw last met zijn pot onder de ding. Oh my god. Oké, dat was niet goed. Moet voor mij kijken. De weg is helemaal bumpy, bumpy, bumpy. En ik wil dan die berg filmen. En dat is dan het beeld dat je dan krijgt. Kijk, hé. Amai. Stabiel beeld. Afrika massage. Oh my god. Echt. Ik kan heel mooi die berg filmen. Kijk hier. Hoe stabiel. Woo! Dat gaat dus niet, hè. Kunnen ze die berg niet filmen op zo'n weg. Dus we gaan verder, en hopelijk zonder in de busjes te rijden. Allee, hup, hup, hey, we zien weer weg. Davinia! Ze kiksiazwa! Hallo, ze kiksiazwa! Ze kiksiazwa! Hoe kijk ze zee? Kijk dat liedje. Het is van de Lion King. Oorspronkelijk van de Lion King. Geremixed van de familie Meerschuit. Ja. Ah, Davinia! En ze kijk ze zo. Hoe kijk ze zee? Ze kijk ze zo. Houd dat luipaard weg, joh. Ze kijk ze zo. Like a guy, you could treat me right. Way, oh, way, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh, way, oh, oh. I could be
the best thing in your life. We zijn aangekomen op de top en ik sta hier even met de camera in de koffer. Anders zal je het heel moeilijk horen, er is hier gigantisch veel wind. En hier zijn dus gieren en valken te zien. Maar de weg naar hier naartoe was echt ongelooflijk mooi. Het zijn zo lekkere koekjes dat ik ze wel voor mezelf voel. Die heeft gezegd. Dank u, het is lekker. Ik denk echt dat je te veel fantasie hebt. 3 weken met beesten rondlopen, maar joh. Heb je dat niet gehoord? Die vogel zei... Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Dat was het. Dank u, het is lekker. Ja, tuurlijk. Ja, ik kan al helemaal vogeltaal. Vogels. We gaan proberen, zoals de Lion King, maar ja, inderdaad, ze zijn al een beetje groot, dat gaat niet zo. Dat gaat niet meer lukken, hè? Misschien moet jij buiten. Mag een beetje meespringen, hoor. Ah, dat win je! Nee, gewoon op je hakje zetten. En als ik zie zo... Ik weet iets. Wat? Kun je dat niet met mij? Maar het doet gewoon alsof dat je dat vast hebt. Kijk, papa. Dus. Doe een keer. Papa. Ja? Jij moet op je huk zitten. Ja? En Arco die staat recht. En hij doet al zo. En dan doe je alsof dat je hem in de lucht houdt. Ah, ja, en dan doe je zo. Ah, Davinia. Als ik kijk, zie je zo. Dat babietje let er al net iets zotter. Er is hier één toilet. Dat is daar. En je moet wel een beetje snel zijn, want de Big Five zit hier. Ik vraag me af hoe dat toiletje eruit ziet. Misschien zit de leeuw erin. En wat is het toiletje? Goed. Ja? Ja. Was het zoals in... De vorige keer in Amerika? Nee. Nee? Stonk het niet zo hard? Nee. Het was gewoon een gat in de grond? Maar niet met een toiletje nog. Op met een toiletje nog? Oh, ja. Ah, gelukkig ben je niet opgegeten door een leeuw. Gelukkig. Er was daar wel een spoor. Was er daar een spoor? Ja. Van dieren die er altijd lopen? Ja. Misschien gaan ze hier daar in de nacht naar het toilet. Oké dan. We gaan weer uit de Big Five. Maar de Big Five hebben we niet gezien. We hebben allemaal rare dieren te zien. En een olifant zien, dat is ook de Big Five. Is dat ook de Big Five, de olifant? Ah ja, we hebben een olifant te zien. Oké. Okay. Goed, we gaan kijken om iets te gaan eten. Ja. Om dan onze laatste safari te kunnen doen.
could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Dat is dicht, hè? Het is een meisje. Dat is heel dicht. Dat is heel dicht. Via de ogen, denk ik. Via de horens kun je zien of kijk, het jongen. Zijn onderste poten zijn groter dan onze auto. Zie je het? Ah ja. Ja. Goed, we hebben een toastje gegeten. Nee. Ah ja, jij hebt nuggets gegeten. Oh ja, nuggets. Wow. En nu gaan we onze laatste game drive doen. Zaad. En we hebben al warme kleren mee. Het zal koud zijn als de zon een beetje aan het ondergaan is. Maar nu gaan we dat nog niet aan doen. Nee, want het is hot. Hot in Afrika. Afrika. Hot in Afrika. Today. 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 Al was het dan? Het is hot. Hot, 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 hot. Hot, 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 hot. En zet. Dat is als je de vlog van Amerika gezien hebt. Pauw, pauw. En dat was het. Kijk. Ik zie daar een oase. En toen zie ik iets van een zwembad. Bommetje! Dat was zo. Dat weet ik niet meer. Dat is een jaar geleden. Zeg. Ah ja, ik bewerk ze mama nu nog. Mama de zo. Ik bewerk ze nu nog. Dat wil zeggen dus. Dat ik dat moet doen. Baby. Mama, die gewoon zo. Na 25 jaar begin ik dat dan te weten wat dat is. Ja, voor elk woord is het een teken. Voor zo. Zoiets. Dus we zitten in een volledig andere safari-auto dan de vorige. Het is een grotere. Ja, gelijk busje. We gaan hetzelfde park doen dat we daar straks gedaan hebben. Maar wij hebben naar boven gereden. En nu gaan we een andere route nemen. Er zijn mensen mee die iets meer ervan kennen. Dus ze gaan waarschijnlijk ook wel meer dieren zien. Hopelijk. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, oké. Okay. Het is een beetje bumpy. Ja. Het zit niet echt verig op. Nee. Nee, ojo. Oh, de lijst is. Het is echt goed voor een stabiele shot te nemen. Ja. Ook. Ja. Het is nog erger dan van daarnet. Ja, het is nog erger van morgen. Oh. Ik ga mijn volledige undercover opstellen. Laat mij niet zien. Geen enkel beest zien we nu nog. Zijn we al die mensen zitten hier zo te kijken? Wat zitten jullie allemaal te kijken? Naar kaka. Wat is hier zo? Wat is er hier zo interessant, zeg? Sprein. Wat is er hier zo interessant? En dan heeft hij zijn territorium. Oh, en dat kaka. Is zijn territorium. Ah. And he can also tramp on it like this, and then with his he walked like this. Okay. Dus dit is de Big Five kaka. Nice. Ik heb nog nooit een safari gezien met zoveel kaka. Een van de saaiste safaris dat we ooit gehad hebben. En dat is nu de laatste keer. Het is geen goede afsluiter. Nee, maar we hebben wel heel goed gelachen. We hebben heel goed gelachen. Het was eigenlijk een kaka safari. Het ziet er hier wel lekker uit, hè? Je hebt hier ook desserts. Het is wel een leuke plek, hè? Zo'n beetje Amerikaans. Hé? Ja, of Afrikaans. Ja, nee, Amerikaans. Kijk, ik hier. Lekker, hè? De Hawaii. Hier de Hawaii voor de Hawaii, madame. En daar... kippennuggets. Ja? Lekker, hé? Ik heb een biertje. Ik heb ook mijn burgertje. En kijk hier naar die steak. En een mac and cheese. Kijk hoe lekker. En eentje om te delen. Nee, 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 voor jezelf. Kijk hoe prachtig. Voor mezelf? Dat is niet voor mezelf. Ik denk dat je al genoeg suiker binnen hebt.
Beetje voor jou, beetje voor mij. Voor jou, beetje voor mij. Beetje voor mij. Nee. Don't touch! Come on! Nee, wat de feuille! Come on! Afleggen! Kijk hier, het zit er, zit er zelfs in! Ach, met die randjes! Oh nee! Kijk hier, jongens! Dat is wel slecht! Ja, dat kan niet! Gewoon een keer proeven, niet? Ja, proef de keer. En nu zo, bleh. Slaar. Heel lekker. Het is heel... Don't. Oh, allee. Die lacht met mijn portefeuille. Ja. We zijn terug in ons huisje voor de laatste nacht in Afrika. En dan hebben we nog een nacht in de wolken. Spijtig zit onze vakantie er bijna op. Wie weet wat we morgen nog tegenkomen, dat zal niet veel meer zijn. Mijn portefeuille, als je... Ik ruik nog slagroom. De safari, de laatste, helaas. Onze laatste safari was eigenlijk een van... Ja, was de minste safari. Normaal om dingen te zien. Wat hebben we gezien? Neushoorn. Ja, neushoorn. We zagen een neushoorn en je reed gewoon weg. De gids reed gewoon weg. We hadden een neushoorn gezien. Het was echt niet geen goede gids. Het is ook de eerste gids dat ik niet een tip gegeven heb. Dus ja, sorry daarvoor, maar ja, als het echt niet goed is. Vond je het toch een leuke vlog? Heb je toch gelachen met onze scheve dingen? Geef dan alvast een duimpje. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker. Vergeet niet te abonneren en op dat belletje ernaast te drukken om geen enkele video van ons te missen. Dan krijg je een melding ervan. En het enige dat we nu nog zeggen is... Ciaokes! En achter mij... Daar... Wacht hoor. Daar... Zijn ze aan het flitsen. En het is altijd grappig. Ze zitten... Op een stoeltje met een camera voor hen. Onze auto heeft heel goed zijn best gedaan. Ja. We hebben gelachen met de auto. Hey? Maar hij heeft ons geen één keer in de steek. Maar hij heeft ons geen ene keer in de steek gelaten. 4592 kilometer gereden. Je hebt goed je best gedaan. Je bent wel een beetje vuil. Ja. En zou dat je eerste autootje niet kunnen zijn? Als dat sponsor, ja. Toyota. Ah, heb je dat gehoord? Sponsor door Vee heeft daar een Toyota. Ik ga toch mijn Instagram zetten, ja. Op mijn YouTube. Ben je er klaar voor? Nee. Mama is er nooit klaar voor. Het vliegtuig vertrekt bijna. En het vliegtuig zit ver, ver, ver van vol. Er is nog iets. We hebben 2 dagen als we hier in Zuid-Afrika waren, kreeg ik plots een foto. Wat zou de kans zijn dat die persoon die foto gestuurd heeft, hier nu ook op ons vliegtuig terug? Ja. Hetzelfde vliegtuig door en hetzelfde vliegtuig terug. Ja.